De economische kringloop. We gaan het hebben over de onderdelen waaruit de economische kringloop bestaat. De betekenis van de pijlen in de economische kringloop. Welke richting lopen ze en wat stellen ze nou eigenlijk voor? En hoe kunnen we nou de economische kringloop gebruiken? Nou, de economische kringloop. Hier zijn twee onderdelen die in de economische kringloop terugkomen. Het is eigenlijk een beetje te vergelijken met de bloedsomloop. Het geeft aan hoe geld in de economie rondstroomt. En hier zie je twee onderdelen waar die geldstromen tussen plaatsvinden. De gezinnen en de bedrijven of de ondernemingen ook wel genoemd. En je ziet in dit geval twee stromen, namelijk een consumptiestroom en een productiestroom. En allebei die stromen bestaan uit een geldstroom en uit een goederenstroom. Zo zie je bijvoorbeeld bij de consumptiestroom dat de gezinnen auto's, aardappelen en bloemen kopen bij de bedrijven. Dat is de goederenstroom. En in ruil daarvoor geven ze geld aan die bedrijven, waarmee ze natuurlijk die consumptiegoederen betalen. Zo zien we ook een productiestroom. Die bestaat ook uit een goederenstroom en een geldstroom. Want de gezinnen leveren namelijk productiefactoren aan de bedrijven. Denk eraan dat ze bijvoorbeeld de aantal mensen uit het gezin bij de bedrijven werken. Ze leveren de productiefactor arbeid bijvoorbeeld. En in ruil daarvoor ontvangen ze geld. En dat staat dan eigenlijk gelijk aan het nationaal inkomen. Zo zie je dat dus in de economie sprake is van goederenstromen en geldstromen. In de economische kringloop, dat is zometeen een schematische weergave van de economie, zien we alleen geldstromen. Dus die goederenstromen zijn niet meer zichtbaar. Hier is het schema al iets verder uitgebreid. We hebben de derde groep geïntroduceerd, namelijk de financiële sector in de vorm van de Rabobank. Ook verzekeringsmaatschappijen horen daar bijvoorbeeld toe. Wat we zien is dat de gezinnen, die hebben een nationaal inkomen, daar consumeren ze van. Daar betalen ze ook nog de belastingen van, daar komen we later nog even op terug. En wat ze overhouden, dat zijn hun besparingen. En dat spaargeld, dat zetten ze op een bankrekening, omdat ze er dan bijvoorbeeld rente over krijgen. De banken die gebruiken dat geld weer om uit te lenen aan de bedrijven en ondernemingen. En die kunnen daar dan gebouwen en machines voor kopen. Zo zie je dat er weer sprake is van geldstromen. Wat wel zichtbaar is, is dat de economische kringloop een vereenvoudigde weergave is van de werkelijkheid. Want er staan hier geldstromen. Lang niet alle geldstromen worden weergegeven. Zo is er bijvoorbeeld nog een geldstroom mogelijk van de Rabobank naar de gezinnen terug. Want er zijn natuurlijk ook gezinnen die geld lenen van de Rabobank. Als ze een auto kopen of een bank aanschaffen of een auto aanschaffen. Alleen die geldstroom van de leningen die de Rabobank geeft aan de gezinnen, die staat er niet in. Omdat die economische kringloop een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid is. Dus de belangrijkste geldstromen staan erin en andere dingen zijn weggelaten voor het gemak. Als we bijvoorbeeld kijken naar een ander onderdeel wat in de economische kringloop terugkomt, dan is dat bijvoorbeeld het buitenland. En hier zie je ook weer die goederen en die geldstroom terugkomen. En dit neem ik vooral even met jullie door, omdat de richting waarin de pijlen lopen tussen het buitenland en de bedrijven in Nederland nogal tegengesteld is aan je gevoel. Want als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de import, dan importeren wij bijvoorbeeld koffie uit Vietnam. En in ruil voor die koffie stroomt er zometeen geld van Nederland naar Vietnam toe. Zo zien we ook dat Nederland diensten exporteert. Bijvoorbeeld het uitbaggeren van havens in Vietnam gebeurt door Nederlandse bedrijven, want daar zijn we nogal goed in. Dit zijn dus de goederenstromen. Dat kennen we wel, de import en de export. Maar de geldstromen lopen juist tegengesteld aan die goederenstromen. En die geldstromen zie je zo meteen in de economische kringloop terugkomen. En die lopen dus voor je gevoel eigenlijk een beetje tegengesteld aan je gevoel. Want je verwacht dat bij de import de pijl naar Nederland toe loopt, maar
bij de import loopt de pijl juist uit Nederland naar het buitenland toe. Maar dat komt dus omdat het gaat om de geldstromen. Nou, hier zie je de complete economische kringloop. Je ziet de onderdelen, de gezinnen, de financiële sector, de bedrijven, het buitenland en de overheid. Die hadden we nog niet doorgenomen, maar die is er nu ook bij komen te staan. Dit zijn de 5 sectoren waaruit de economische kringloop bestaat. En hier zie je ook heel goed terugkomen hoe die pijlen lopen tussen het buitenland en de bedrijven. Waarbij je dus ziet dat de invoerpijl juist naar het buitenland toestroomt, omdat het dus gaat om het geld wat we betalen aan het buitenland voor de invoer. En de export, de E, die geldstroom loopt juist naar de bedrijven toe vanuit het buitenland. Wat we dus net ook hebben doorgenomen. Wat je verder ook ziet is de overheid, waarbij we dus zien dat de overheid geld ontvangt van de gezinnen in de vorm van belastingen. En de overheid geeft ook weer geld uit aan de bedrijven in de vorm van overheidsbestedingen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan de aanleg van wegen of van bruggen of van dijken. Dat wordt gedaan door die bedrijven en daarvoor geeft de overheid dus geld aan die bedrijven. Hier zie je ook weer dat er sprake is van een versimpeling van de werkelijkheid, want ook bedrijven betalen natuurlijk belasting, bijvoorbeeld vennootschapsbelasting. Dus eigenlijk zou er ook van de bedrijven geld naar de overheid moeten stromen. Maar voor de simpelheid, voor de vereenvoudiging, wordt dat hier ook weer weggelaten. Nou, nu hebben we alle pijlen gehad en de bijbehorende betekenissen. Als we nou kijken, om ze nog even door te nemen, I is de pijl die staat voor het nationaal inkomen. Nou, we zullen ze even doornemen. Hier heb ik een lijstje staan. I is het nationaal inkomen. C staat voor de consumptie. B voor de belastingen. O voor de overheidsbestedingen. S voor de besparingen. I voor de investeringen. E staat voor de export. En de M staat voor de import. Degene die het moeilijkste zijn om te onthouden zijn meestal het nationaal inkomen en de import. Waarvan je natuurlijk denkt dat dat de afkorting I is, maar die I staat al voor de investeringen. Wat moet je nou weten uit die economische kringloop? Je moet de onderdelen kennen, je moet de pijlen weten, je moet de letters weten die bij de pijlen horen en natuurlijk wat die letters voorstellen. Nou, hier zien we nog wat meer over de economische kringloop. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de gezinnen, dan stroomt er geld naar de gezinnen toe en die gezinnen geven geld uit. En dan zie je dat wat er naar het gezinnen toestroomt is I, het zogenaamde nationale inkomen. En de gezinnen geven dat geld uit aan belastingen die ze aan de overheid betalen. En daarnaast consumeren ze nog een gedeelte van hun inkomen en wat ze overhouden gaat in de vorm van besparingen naar de financiële sector toe. Dus als je vanuit de gezinnen een evenwichtsvergelijking zou kunnen opstellen, of zou opstellen, dan luidt die I, het nationaal inkomen, is gelijk aan de consumptie plus de belastingen plus de besparingen. Dus I is gelijk aan C plus B plus S. Die formule die moet je kennen. Ligt voor de hand. Kijk je naar de ondernemingen, dan is ook de hoeveelheid geld die van de ondernemingen wegstroomt, die moet gelijk zijn aan de hoeveelheid geld die naar de ondernemingen toestroomt. Ja, wat stroomt er weg bij de ondernemingen, of de bedrijven bedoelen we dan eigenlijk? Daar stroomt weg I, het nationaal inkomen, dat betalen ze aan de gezinnen. De M van de invoer stroomt weg, want dat betalen de bedrijven aan het buitenland. En welke geldstromen lopen er naar de bedrijven toe? Dat zijn de consumptie vanaf de gezinnen, de I, de investeringen vanaf de financiële sector, de O, de overheidsbestedingen vanaf de overheid en de E, de export vanaf het buitenland. Dus vanuit de gezinnen gezien kunnen we een evenwichtsvergelijking opstellen. I plus M is gelijk aan C plus I plus O plus E. Ook die vergelijking moet je kennen. Nou, als we die vergelijkingen aan elkaar gelijkstellen, en dat hoef je nou niet te weten, maar dan kom je uiteindelijk op een resultaat uit, namelijk op de evenwichtsvergelijking
die je het beste kan onthouden aan de hand van het ezelsbruggetje Siboom. Namelijk de evenwichtsvergelijking S min I. Dat noemen we ook wel het spaarsaldo van de particuliere sector. Plus B min O. Dat noemen we ook wel het spaarsaldo van de overheid of het financieringssaldo. Moet gelijk zijn aan E min M. En E min M noemen we ook wel het uitvoersaldo of het saldo op de betalingsbalans. Als we dus bijvoorbeeld aan jou vragen, bereken het spaarsaldo van de particuliere sector, dan neem je de waarde van S, dan neem je de waarde van I en dan trek je I af van S en dan heb je uiteindelijk dat spaarsaldo berekend. We doen zo een oefening waarin duidelijk wordt hoe je dit kan gebruiken. En wat je nog wel ziet is dat de saldo's S min I, het spaarsaldo van de particuliere sector, plus B min O, het spaarsaldo van de overheid, noemen we bij elkaar ook wel het nationale spaarsaldo. Dus dat is nog even belangrijk om te onthouden en daarom heb ik ook dat rode vierkant eromheen gezet. We gaan een opdrachtje hiermee doen om aan te geven wat je nou moet kennen en kunnen. Hierboven zie je nog even de formules die je zo meteen kan gebruiken. I is gelijk aan C plus B plus S en I plus M is gelijk aan C plus I plus O plus E. En verder kunnen we die Siboom vergelijking gebruiken. S min I noemen we ook het spaarsaldo particuliere sector. B min O noemen we ook wat financieringssaldo van de overheid. En E min M noemen we gelijk aan het saldo op de betalingsbalans. Als we bijvoorbeeld kijken naar B min O en de overheidsbestedingen zijn groter dan de belastingen, dus de overheid geeft meer geld uit, dan is er dus een negatief financieringssaldo. Er komt minder belastingen binnen dan dat de overheid aan overheidsbestedingen uitgeeft, dus dan komen ze tekort en dan heb je een negatief saldo. Verder zie je staan dat de consumptie 189 miljard is, de export is 167 miljard, de besparingen 48 miljard en de belastingen 39,5 miljard. En verder is het saldo op de betalingsbalans plus 17. Dus we weten dat E min M gelijk is aan plus 17. En het financieringssaldo van de overheid die B min O heeft als uitkomst min 10. En nou is het eerste wat we aan je vragen om de volgende vier dingen te berekenen. Dat is niet het eerste, dat vragen we aan je om die volgende vier dingen te berekenen. Namelijk de investeringen, de overheidsbestedingen, de import en het nationaal inkomen. Nou, hoe gaan we dat doen? Kijk maar eens even hoe je dat aanpakt. Het belangrijkste en het handigste om mee te starten is met het berekenen van het nationaal inkomen. Kijk er even goed naar. Zet hem even stil, het filmpje, totdat je het hebt kunnen uitrekenen, eruit bent. En dan gaan we zo meteen deze opgave bespreken. We gaan beginnen. Ik gaf je aan om als eerste het nationaal inkomen te berekenen. Nou, we weten, hier staat I is C plus B plus S. We weten dat de consumptie gelijk staat aan 189 miljard. We weten dat de B, de belastingen, gelijk staan aan 39,5 miljard. En we weten dat de S gelijk staat aan 48 miljard. En dan komen we uit op een nationaal inkomen van, we rekenen het even uit, 189 plus 37,5, plus 39,5 bedoel ik, plus 48, komen we uit op 276,5 miljard euro. Dus dat hebben we dan uitgerekend met die formule I is C plus B plus S. Nou moeten we nog uitrekenen, dus deze hebben we, nationaal inkomen, 276,5 miljard. Nou moeten we verder gaan met I, O en M. Nou, we zouden bijvoorbeeld kunnen beginnen met M. Want wat weten we? We weten dat het saldo op de betalingsbalans plus 17 is.
Dus we weten dat dit plus 17 is. Dat betekent 1 min m is gelijk aan plus 17. E min m is gelijk aan plus 17. Nou, wat weten we verder? We weten dat de export 167 miljard is. Dus 167 miljard min de import moet gelijk zijn aan plus 17. Daaruit blijkt dat de import wel moet zijn 167 min die 17 miljard is 150 miljard. Dus zo weten we nu ook dat de import 150 miljard euro is. Verder weten we, hier staat hij, dat het financieringssaldo min 10 is. Het financieringssaldo staat hier, dus dit is gelijk aan min 10. Ik zal even goed uitlijnen. Dus we weten B min O, en dan kunnen we die O daarmee berekenen. We weten B min O is gelijk aan min 10. Nou, uit de opgave weten we dat de belastingen gelijk zijn aan 39,5. Dus we weten dat 39,5 miljard min de overheidsbestedingen gelijk is aan min 10. De overheid geeft 10 miljard te veel uit. Nou, de belastingen zijn 39,5 miljard. Daaruit moet volgen dat de overheidsbestedingen dus 10 miljard groter zijn dan de belastingen. Dus 49,5 miljard euro. En zo hebben we dus ook de overheidsbestedingen opgelost. Gaan we als laatste kijken naar I. Om dat te kunnen uitrekenen moeten we eerst even weten wat het spaarsaldo is van de particuliere sector. Nou, we weten dat S min I plus B min O gelijk moet zijn aan E min M. Dus het onbekende min 10 is gelijk aan plus 17. Nou, dat kan alleen maar als het vraagteken gelijk staat aan plus 27. Dat is de enige manier waarop deze vergelijking klopt. Dus S min I moet gelijk zijn aan plus 27. Dus wat we weten is dat S min I gelijk is aan plus 27. De S weten we, dat is 48. Dus we weten dat 48 min de investeringen gelijk is aan plus 27. Daaruit moet worden afgeleid dat de investeringen gelijk zijn aan 21 miljard euro. En zo hebben we dat ook opgelost. Dus nu hebben we alle ontbrekende getallen uitgerekend met behulp van deze belangrijke evenwichtsvergelijkingen. Ik zou ze nog eventjes veranderen. Qua kleur. Dus dat is belangrijk om te onthouden. Deze vergelijkingen moet je goed kennen en je moet weten hoe je daarmee kan rekenen om uiteindelijk dit soort economische kringloopopdrachten op te lossen. Tot zover de uitleg over economische kringloop. Het is belangrijk om een aantal opgaven hierover te oefenen. Het is dus een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Er komt dus theorie in terug die we in eerste instantie vooral in de vorm van tekst hebben doorgenomen. Maar nu wordt het dan schematisch in de vorm van een model weergegeven. Oefen een aantal opgaven, dan wordt het vanzelf nog wat duidelijker. Stel vragen als je dingen niet begrijpt. En dan wens ik je succes.